Hey YouTubers, dit is een MATLAB ELOC case. De ELOC is dus een MATLAB soldeerkit die reageert op geluid van toetstonen, DTMF tonen. Standaard is de code 1234 hekje of 1234 sterretje. Dus als je die code intikt. Dan zie je dat schakeling erop reageert. Dus als de code ontvangen is, gaat het reletje aantrekken voor een bepaalde tijd. Dus het was standaard 1, 2, 3, 4, sterretje. Hij knippert, hij gaat aan voor een bepaalde tijd en de relay gaat uit. Nu, de case is zo ontworpen dat je via de zijkant de draden kan doen van de relay naar een toestel, bijvoorbeeld een elektronisch deurslot. En dat je de microfoon niet op de printplaat moet zetten, maar je kan hem via deze opening, via de bijgeleverde kabel, verder van de behuizing doen. Je hebt wel de DTMF-tonen nodig, dus je moet je telefoon zodanig instellen dat hij, als je op die toetsen duwt, DTMF-tonen genereert. De batterij kan hierin en de case kan er dan over en inklikken, zodat je nog altijd de LED kan zien door de opening, maar alles goed vast zit en dat je gewoon de batterij hier kan uithalen en vervangen als het nodig zou zijn. Dus dit is de MATLAB ELOC case. Kan je downloaden bij de beschrijving van dit filmpje. Tot de volgende keer.